Ik denk dat het tijd te vertakken. We hebben natuurlijk eigenlijk bijna alleen maar over strips gesproken. We hebben een keer X-Men al gedaan. En ik dacht van, het wordt nu tijd om een bruggetje te maken naar animatie. Dus ik dacht van, ik pak ook iets wat Dim leuk vindt, de X-Men. Ja. En dit was natuurlijk een... Eigenlijk was dit voor mij de introductie, deze tekenfilm, een beetje voor comics. Ja. De X-Men, jaren 90 tekenfilm. Maar dit was ook vet, want deze tekenfilm is natuurlijk mede ontworpen door Jim Lee. Ja. Door echt door dingen. Dus laten we gewoon naar kijken, want het is vet. Dit is gewoon, hier staat alles in. Dit is het al. Ja, de original cells zijn dit, scans. Nou, dat is natuurlijk gewoon de backstory over hoe die series ontstaan. Dat is natuurlijk vet, maar het is gewoon... Hier staat die character design staan erin. Kijk, het is natuurlijk gebaseerd op die strips. Heel fijn, Jim Lee. Ik heb deze nog nooit in echt gezien, als ik heel eerlijk ben, die strips. Nou, ik ken... Jij hebt ze? Ja, jij hebt ze natuurlijk. Ik heb veel van die dingen. Maar je hebt hier volgens mij ook de comic van de Adventures, de X-Men Adventures, die wat meer gebaseerd is op de animatieserie. En je hebt natuurlijk gewoon de lopende Jim Lee cover. Ja, ik pak hem erbij. Ik blader even door. Maar kijk, dit is wel heel vet. Daarom vond ik het boek vooral heel interessant. Door de character designs die erin staat. Ja, van die schetsen, et cetera. Dat is gaaf, hè? Ja, man. Ja, heel cool. En vooral bij tekenfilmen is dat zo interessant. Dat ze moeten aan alles denken. En bij strips heb je soms, omdat het 2D is, kunnen karakters wat meer 2D blijven. Ja. Maar bij tekenfilm moet je wel 3D denken, omdat je ze van alle kanten moet tekenen. Precies, je moet ook bedenken inderdaad van hoe ziet zijn vliegende rolstoel er van de achterkant uit. Ja. Ja. Zijn stem was altijd fantastisch ook, hè? Die stemacteur, ook wereldberoemd door geworden, van Wolverine, Logan. Ja, een beetje net zoals de Batman Animated Series. Ja, die, ja, hetzelfde effect, ja. Maar het is wel leuk. Hier heb je ook de vertaalslag van de strip naar de tekenfilm. Ja, die benen zijn echt crazy. Ja, Rogue. Ja. Dan heb je al die karakters komen voorbij. Maar het is ook vet. Hier heb je de intro van de tekenfilm. Dat is gaaf. Als storyboard. Dit is smullen. Ja, dit is, ja, dit is echt te gek, joh. Kijk hoe vet het is gedaan. Dit is dan ook door een striptekenaar gedaan. Ja. Heel vet. Kijk hoe vet shot dit ook is. Dit zijn wel hele uitgebreide storyboards, hoor. Ja, maar dit is ook door een striptekenaar gedaan. Die doen dat ook, denk ik, anders. Een normale storyboarder zou dat... Veel simpeler doen. Ja, van, ja. Ook al die hatching wat erin zit. Ze hebben echt de strip nog hier... Volgens mij nog meer erin gegooid dan... Ja. Dat is gaaf om te zien, hoor. Ja, dat is echt... Ja, al die films. Kijk. Maar eigenlijk mag jij er wel wat doorheen bladeren, Dim. Ik heb eigenlijk ook een beetje voor jou meegenomen. Nou, dat vind ik super tof. Maar tekenfilm is vet, man. Toen had als intro... De intro van mijn tekenfilm was ook echt belangrijk. Daar kwam je ook gelijk in de mood. Ik vind ook de intro song van de originele Turtles tekenfilm ook zo goed. Ja, niet alleen de song, weet je. Die is ook heel knap gedaan, maar ook... Gewoon hoe die putdeksel open schiet en dan die... Ja, nou, ik heb wel eens een keer tegen mensen bij Forum Groningen gezegd, een idee voor een expositie, over cartoon intro's. Van die filmpjes over van animatie intro's. Volgens mij kun je daar een ontzettend gave expositie van maken. Waar, ja, dat zijn met allemaal super powerful. Ik bedoel, ook van die Spider-Man uit de jaren 90 is ook heel erg lekker. Die heeft een scheurende gitaar erin en zin in. Het is ontzettend... Maar het is echt iets wat verdwenen is, hè? Je hebt bij tekenfilms bijna geen intro-songs meer. Of, nee. Of bij series ook niet meer. Nee. Maar bij deze dus, Forum Groningen, alsjeblieft maak een intro tunes van cartoonshows en animatie-expo. Graaf, die houding van Wolverine, die klopt helemaal. Dan is hij echt aan het jagen in de wildernis. Fijn. De karakters, dat is ook echt waar X-Men echt groot mee is geworden. Van, het is niet alleen maar super en superhero. Het is ontzettend karaktervol. En ik vind dat in de show, in de cartoonshow, ik ben een beetje afgeleid. Door dit, de cartoonshow is het heel goed gedaan. Dit vind ik gaaf. Ik hou heel erg van bijrol karakters. En dit zijn allemaal Morlocks, Sunder, Callisto.
nou ja, in de comics ja, zien ze er echt gewoon zo uit. Dat is goed. Sven, ik kijk hier gewoon naar van, oh, kijk hoe makkelijk elk karakter te identificeren is, weet je, aan de vorm, aan het silhouet. Ja. Hele goede character designs. Ja. Echt heel goed. Ja, ja, het zijn de verschoppelingen van de mutanten, zeg maar, de ondergrondse mutanten, een goede Sabertooth, maar die achtergrond vind ik te gek. Lekker, hè? Gewoon dat contrast van die vlakke flats van de voorgrondkarakters, die waar de beweging moet komen, en dan die mooie geschilderde achtergrond. Ik vind dat contrast altijd heerlijk. Ja. Ja. Maar ik vind die teken van ze vroeger ook echt wel goed gemaakt. Iedereen praat er altijd over als productiewerk en maar, joh. Nee, dat is allemaal nog met de hand gedaan. Ja. Hoe vet ook deze designs zijn. Nou, schuiven. Doe normaal. Ja. Waarom doe je dit? Echt ja, veel iemand, detail. Kijk deze wel. Kijk dit. Master Mold. Dit is een storyboard plaatje. Hè? Dit is gewoon puur voor de regisseur. Of om door te... Om het verhaal. En dan denk ik van, nou, dit ga ik even heel uitgebreid. Maar volgens mij... kreeg ze toen ook veel meer tijd voor productie. Ja, dat van de storyboard. Tegenwoordig is dat is gewoon niet meer zo. Nee. Als, want jij weet, zelfs als je dit na zou tekenen, dan ben je echt wel wat tijd kwijt. Ja, ja. Nee, dat is inderdaad heel mooi uitgebreid. Hier, veel Alpha Flight, ja. North Star Aurora. Maar vond jij dit een leuke tekenfilm? Ik vond het leuk, ja. Ik vond het vooral leuk om de verschillen in de comic verhaallijnen te vergelijken met hoe ze dat hadden overgezet naar... Nou, de show. En dat deden ze heel respectvol. Het gaven van de traditionele verhaallijnen van de jaren 60, 70, 80 ook wel. Zodat je in twee of drie deeltjes al een heel gaaf verhaal neer kon zetten. En nu, bij de X-Men, doen ze daar echt 6-7 maanden over. Dus dat hele compacte met hele goede verhalen. Dat is knap. En dat hebben ze heel goed overgezet. Colossus, een van mijn favorieten. Ja, van mij ook, man. Ja? Ik vind dat echt heel gaaf. Ik vind dat zo'n vet concept. Ja. En ook iedere keer van Colossus. Want zeg maar zo'n chroom of zo'n metaal. En dat gewoon goed laten werken in grafisch. Dat is best heel lastig. Ja. Daarom is hij zo cool. Gewoon een stukje iedere springen. Keer, ja. Deze Future Past, dat verhaal. Ja, ja, kijk bijvoorbeeld, ja, Days of Future Past. Even een stapje terug hoor. Deze comics, hier, dit is een van de X-Men films, is hierop gebaseerd natuurlijk. Ja. Maar als je deze leest, is een grote aanrader. Twee deeltjes, twee comics en dan heb je al het hele verhaal. Fantastisch gedaan. Dit is een iconische cover ook. Hè? Iconisch, ja. Dit deden ze ook heel vaak. Vond ik super gaaf, gewoon de titel verwerken in de panels. Ja. In dan een van die eerste panels zo inderdaad. Die, ja. Maar ik weet wel, ik ken de X-Men door de tekenfilm. Ik weet op een gegeven moment wel dat ze in de supermarkt ook lagen, die strips. Maar ik had toen ze wel in mijn handen, toen dacht ik vond ze wel vreemd. Ja. Weet je, het is ook niet natuurlijk totaal anders dan Europese strips. Oké, okay. Wat vond je er vreemd aan dan? De shots waren heel anders en ook hoe de figuren op papier stonden. Ja, dat was ook vaak heel druk. Zeker. Ja, veel felle kleuren, et cetera. Ja, dat is wel waar. Die cultuur, die merk je dan wel heel erg. Van in Europa zijn we gewoon heel erg gewend dat er een hele grote afstand is ook met wat realistisch is en wat zeg maar stripfiguren zijn. Mm. En hierin komt het op een hele rare manier, want anatomisch klopt het allemaal. Dan hebben ze wel hele wacky kleurtjes en heftige pakjes aan en zo. En dan zit je inderdaad wel soms een beetje als Europeaan in de knoop van ja, maar het moet wel een stripfiguur blijven. Ja, dan heb je heel vaak gewoon een beetje zo'n puriteinse mentaliteit die sommige mensen hebben van... comic invloed mag niet in strips komen of zo. Ja. Nou ja, daar heb ik helemaal niks mee met die houding. En ik hoop ook niet dat... Ik denk een strip mag ook alles als jij het op die manier wilt doen. Zeker. Moet dat ook gewoon kunnen, weet je. Ja. Feitelijk moeten ook grenzen doorbroken worden. Precies. En ik lees echt al 100 jaar comics en strips en graphic novels alles door elkaar. Dus bij mij is het ook een soort mashup in mijn... Maar ik denk dat uiteindelijk bij elke tekenen dat gebeurt, toch? Dus reflectie van wat je vroeger hebt gelezen, wat de input is geweest, komt er ook weer uit op een bepaalde filter. Ja, absoluut. Ja. Ja. En ook wat je zelf aantrekkelijk vindt natuurlijk. Absoluut. Ja.
Zullen we eens vergelijken, die, als we teruggaan naar de, die Jim Lee panels. Ja, Jim Lee, een van de grootste iets verder, tekenaars. Ja, goed, met daar ergens. Ja. We hebben het vaak over, hier, we hebben het vaak over Scott de Jonge, die tekenaar, die vinden we ook allemaal te gek. Ja. Die doet ook, heeft ook dingen voor X-Men gedaan, een nieuw X-Men reeks. Echt een sub-reeks, maar dit is zeg maar, de Jim Lee is de, het grote werk. En dit is, heb ik laatst opgezocht, nou, dezelfde, dit is dezelfde comic. Deze comic is volgens mij, als je de Amerikaanse hebt, is, het de, is deze comic het meeste waard ter wereld. Kijk, die zeg maar. Heb je ook gewoon de week één week. En bij mij is hij gewoon lekker oud en stuk gelezen, zoals het hoort. En minder glossy, waardoor je beter kan zien eigenlijk. Ja, ja, maar de serie, de cartoonserie, ja. Die is heel erg gebaseerd op het ontwerp, ook zoals Jim Lee dat heeft neergezet. Ja. Veel dat geel en blauw kwam bij Jim Lee steeds wat meer terug. En heel erg die jaren 90 vibe ook going on. Ja. Die vroege jaren 90 vibe die er soms van een beetje doorheen komt. Ja, alles is groot ook. Ja. Ja, en als je kijkt naar inderdaad zulke panels, hè, waar we het net over hadden, het is behoorlijk vol. Ja, hier, dit is toch... Het is veel hoor. Heel veel. Dit is veel. Ja. Oh ja. Oh man. En ze geven wel waar voor je geld, om het zo te zeggen. Ja hoor. Beat for your buck. Ja. Zeker wel. Ja. Ik vind dit altijd een heel interessant team, de eerste Echo Lights. Dat is een insiders dingetje. Ja. Dit vind ik heel gaaf gedaan. Hoe oud was Jim Lee toen hij dit tekende? Geen idee. Ik weet niet welk jaar die is, maar volgens mij was hij echt jong hier hoor. Ja. Was hij echt jong, halverwege 20 of zo. Dus misschien is dat ook de reden dat hij zo ontzettend die pagina's helemaal volkwakt. Want het is een heftige bewijzingsdrang ook. Van moet je kijken. Jawel, ja, dat je kan het wel, kunnen, zeker wel. Hier nog een keertje. Ja. Maar te gek boek dit zeg. Ja, je kan het uren, de verhalen of de backstories wat erin is ook vet over de productie. Ja. Ja, dit is dus per hoofdstuk ingedeeld over, je zei al, bijfiguren, over props die erin voorkomen, backgrounds. Oh. Het is zo vet. Dus moeten we even het papier is te glossy, je ziet het ook slecht op het beeld. Ja. Het is jammer dat ze eigenlijk op comicpapier hadden gedaan. Ja, dat was een goed idee geweest. Eigenlijk hadden ze het op 4:3 formaat moeten doen. Zo werd het ook op tv uitgezonden. Oh ja, dat is ook graag. Ja. Oh, even schuiven. Een hulkje komt erin voor. Arcady, Omega Red. Close-up. Dit vind ik ook gaaf. Echt een decor bouwen. Ja. Tekenen. Ja. Maar een decor werd ook heel vaak gebruikt. Hè? Daarom werd het vaak een decor ook heel uitgebreid gemaakt, getekend. Want soms werd maar een klein stukje van het decor gebruikt. Konden ze inzoomen en dan weer uitzoomen. En konden ze dat recyclen ook vaak. Precies. Ja, dat vind ik ook het interessante hier. Dat je ook hier dan een stukje dialoog hebt. Het wordt echt als een... het is gewoon een kijkje achter de schermen van de serie. Maar het is ook echt gewoon denken... Het is gewoon filmdenken. Dit. Ja, echt wel. En dat is ook gaaf als je dat meeneemt als je gewoon een strip maakt. Maar ja, ook wel een reden van dit is natuurlijk ook waarom sommige dingen zo bizar uitgewerkt zijn. Het werd toen ook gewoon overseas gestuurd hè, naar animatiestudio's om dat te animeren. Mm-hmm. En toen had je nog niet internet zoals nu, weet je. En webcams en noem maar op. Dus moest duidelijk zijn. Ja, om te zorgen dat er geen fouten kwamen als het werd teruggestuurd. Zo min mogelijk dan. Ja, dan moest het allemaal, die storyboards ook zo uitgewerkt zijn. De handelingen duidelijk, de kleuren, de color keys. Dit wil je aan de muur. Eternity, yeah. Ja. Dat is dat Eternity? Yep. Heel vet. Maar vet, het is echt een vet boek. Het heel is gewoon... heel cool. Ja, ik vind het altijd vet om dit soort dingen te zien. Het is gewoon de productie van iets. X-Men in Space. Ja. Klopt ook echt. Ja, die serie is gewoon ontzettend goed gedaan. De TV-serie. Ja, tof. Vind jij dit tof, Jan-Willem? Zo'n stijl? Nee, het ligt mij helemaal niet. Ik vind het tof en ik kan het waarderen voor wat het is, maar het ligt mij helemaal niet. Dat is het gewoon heel erg, ja.
Ja, nee, ik snap het heel goed. Ik heb altijd een mixed feeling. Ik vind het... ik ben altijd heel erg onder de indruk van... Wow, knap gedaan. Check hoe dit is. Zo vet. Maar... Ik denk van... Maar, ben ik echt zo fan van... Dat ik het ook op zelf... Op zo, kijk, dit vind ik dan heel vet. Ja. Ik denk van, dit vind ik wel een... vette manier. Gewoon die zwarte vlakken. Die markers erin. Ja, maar wat vind je dan... Ja, wat is hetgeen waardoor je er niet iets mee hebt? Dat is een hele goede vraag. Ja. Ik vind dat ontzettend lastig te beantwoorden. Ik hou gewoon van heel erg cartoonesk. Ik vind dat gewoon heel gaaf. Hoe meer, zeg maar, gestileerd, hoe beter wat mij betreft. Mm-hmm. En dat is gewoon... Ja, dit is gewoon een hele andere tak van sport. Ja. Dus het is ook niet dat het een aversie oproept of zo. Want ik kan het echt waarderen voor wat het is. Ja, topdesign. Dat is nog wel even vet. Ja, ik snap het helemaal. Dit is toch gaaf ook. Kijk, ja, weet je, dat is het ding. Ja. Je kan het heel erg waarderen voor wat het is. Maar het is niet per se mijn pakje op. Nee, duidelijk. Hetzelfde heb ik met, hoe heet het, met manga. Dat is ook niet per se mijn pakje. Ja, herken ik ook. Dat zegt wel goed. Ja. Maar ook, weet je, dat is ook gewoon, er is zo'n range. Ja. Ook binnen manga natuurlijk net zo. Er is zo'n range. Sommige en ik denk op een gegeven moment moet je het ook gewoon kennen om het meer te waarderen misschien. Want kijk bijvoorbeeld, ik ben denk ik gewoon niet zo heel erg fan van die Marvel Comics stijl. Maar bijvoorbeeld een Watchmen of zo. Dat vind ik wel. Ja, precies, dat heb ik ook. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het vaak heel kitsch. Ja. Dit soort dingen vind ik vaak. Ja. Het is allemaal te bombastisch. Alle figuren bij elkaar. Het is iedereen, de ene is sterker dan de andere. En moet ook allemaal zo worden uitgebeeld. Ja. Maar ik snap wat je bedoelt. Maar het is wel... Maar het leuke van... Maar ik heb er gelijk ook een tijd ook weer zo heel veel waardering voor. Ja. Maar nogmaals, het toffe met X-Men... en ook wel andere comics hoor. Is terwijl al dat bombast inderdaad er gewoon is... zijn er echt goed doordachte en mooie en vaak ook wel emotioneel sterke verhalen gaande. Dat vind ik zelf altijd heel aantrekkelijk. En vooral ook de karakters volgen. Je leeft echt mee met die karakters echt over gewoon maand na maand, jaar na jaar. Leef je met die karakters mee als je er echt helemaal in zit. Ja. Ja, en dan is het dan ja... Maar ja, dat is bij de films ook zo. Het werkt, weet je. Ja. Dat is... Heel gaaf boek dit hoor. Ja. Tof. Ja, heel cool. Nice. Ja, weet je wat het ding gewoon nog gewoon wel is? En dat is wel iets waar ik Marvel ontzettend voor waardeer. Van hun costume design en hun character design is... Ja, of this world. Ja. Dat vind ik gewoon nog steeds wel echt heel gaaf. En dat kan ik ontzettend waarderen. Gewoon de vormgeving van die karakters. Dat is... I like that. Ja, dat is ook, dat vind ik soms in... een film nog wel beter is de menselijkheid. Zie je soms, als je karakters worden vertaald van strip naar film, dan vind ik soms de menselijkheid van een karakter beter overkomen in de film. Omdat het natuurlijk echt is. Mm-hmm. Dan zie je soms iets meer de verschillen. Want soms heb ik met die stripfiguren, het zijn eigenlijk dezelfde figuren in een andere outfit. Ja, kijk, net hoofd. En het is bijna die ook, weet je. En dat vind ik soms met dat soort figuren dan weer... Ik betrap mezelf ook op dat ik dat soms doe. Dat ik dezelfde eigenlijk lijven teken met andere kleren aan. Maar dat vind ik dan met de film soms wel weer goed. En vaak hoor je dat mensen dat juist vreselijk vinden van de film. Wat de karakter dan aan is. Maar, maar goed. Desalniettemin een super gaaf boek. Ik hou van zulke lekkere dikke artboeken. Ja joh. Is. En laat ook jullie weten wat jullie gedachten is over X-Men. Yes. Yes, like en subscribe. Koop meer DC comics.